Deze week aandacht voor de in de voorjaarsnota gemaakte financiële keuzes. Die zetten de gemeentelijke uitvoering van wettelijke taken en de haalbaarheid van de grote maatschappelijke opgave onder druk. De VNG wil hierover op zeer korte termijn met het kabinet aan tafel. De cijfers als toelichting. Gemeenten krijgen voor de kabinetsperiode 2022-2025 een ruim accrès gemeentefonds. Maar in 2026 wordt met het coalitieakkoord 2,2 miljard van het volume accrès voor die periode 2022-2025 weer uitgenomen. In 2026 keert ook de opschalingskorting van 675 miljoen euro weer terug. Daarnaast ontbreekt vanaf 2026 een jaarlijkse tranche volume accrès van ongeveer 750 miljoen structureel per jaar. Tot slot gaat het deel van het accrès voor het opvangen van loon- en prijsontwikkeling vanaf 2026 schommelen en wel neerwaarts met 370 miljoen. Met deze ingrepen sorteert het kabinet voor op een nieuwe bekostigingssystematiek van gemeentelijke taken. Alleen moet dit eerst nog goed geregeld worden. Hierbij wordt uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied overwogen. Vorig jaar heeft het kabinet voor het jaar 2026 eenmalig 1 miljard beschikbaar gesteld als voorlopige oplossing. In de voorjaarsnota 2023 wordt dit structureel doorgetrokken naar latere jaren. Vanaf 2027 wil het kabinet de normering baseren op de groei van het BBP, zodat ook vanaf 2027 wordt voorzien in een jaarlijks volumeaccrès. En daarmee lijkt het probleem van een ontbrekend volumeaccrès met ingang van 2027 opgelost, maar de VNG constateert dat de zorgkosten van gemeenten, die worden betaald uit het gemeentefonds, veel harder stijgen dan het accrès volgens die nieuwe systematiek. En er blijft voor gemeenten een structureel gat in de boeken staan van bijna 3 miljard euro. Een taskforce onder leiding van Alexander Renoy-Kan gaat in kaart brengen welke taken voor inwoners gemeenten met een vermindering van middelen nog kunnen uitvoeren. Duidelijk is dat er snel overleg met het kabinet nodig is. Tot volgende week.